Goed, big data. De geschiedenis van big data moet wat mij betreft altijd beginnen met één man. Wie weet wie dit is? Alan Turing. Alan Turing is de bedenker, uitvinder van de computer wat mij betreft. En hij is degene die het eerste data science project heeft gedraaid. Het eerste data science project dat gebruik maakt van kunstmatige intelligentie. Computers die het denken van mensen kunnen begeleiden en verbeteren. Er is een film over de Imitation Game, die kunnen jullie allemaal bekijken. Wat heeft hij nou gedaan precies? De Tweede Wereldoorlog. De Duitsers die hadden een fantastisch coderingssysteem bedacht waarmee ze boodschappen overzonden. Daarbij was er een machine, dat heette Enigma-machine. Zie je hier. Dit is een stuk typemachine. En als je een letter intypt, komen gecodeerde andere letters naar voren. Dat betekent dat als je het woord alfabet zou willen intypen, je typt de A in, dan komt er een Q uit, je typt de L in, dan komt er een U uit, etc. Hoe die codering werkte, was dat er binnen in die machine, want hier is die opengewerkt, zitten allemaal cilinders die met elkaar een enorm web bouwen, waarbij een verbintenis wordt gemaakt tussen een bepaalde letter, de eerste katrol, tweede, derde, vierde. En dit is een heel ingenieus web. Elke cilinder die erbij zit, maakt weer een miljoen mogelijkheden extra. De manier waarop die cilinders hierin werden geplaatst, kon elke dag veranderen. De start van elke cilinder, van welke stand die stond, kon elke dag veranderen. De Duitsers elke ochtend opnieuw hadden ze de Enigma-machine zo ingesteld dat je niet binnen een redelijke tijd, zeg maar binnen een dag, voordat ze hem weer veranderden, deze code kon breken. Dat is gevraagd aan Alan Turing met zijn team. In Engeland zaten ze in een afgesloten ruimte en ze vroegen van, breek dit. Alsjeblieft, breek dit. En doe dit snel en zorg dat je ons kunt vertellen wat die boodschappen zijn. Nou, daar heeft hij een machine voor gebouwd samen met zijn team. En hier zie je een van de mensen uit zijn team die werkt is. Hier zie je als het ware die cilinders met die cilinderstanden. En die gingen elke cilinderstand gingen ze na om te kijken of de code die ze hadden, of die iets zinnigs eruit haalden. Dus ze onderschepten een Duitse boodschap, ze zetten hem hierin. Die machines gingen achter elkaar, al die codes, al die cilinderstanden gingen ze nalopen. Dat is eigenlijk een complete aftelling, alle mogelijkheden. Maar ja, het is big data, er was meer dan een triljoen verschillende mogelijkheden van die cilinders. Hoe krijg je dat nou snel voor elkaar? Nou, de manier waarop ze dat doen, is omdat ze een patroon hebben herkend in de boodschappen. Stel je voor, je bent Duitser, je bent trots op je land, in die tijd of de foute periode, en je eindigt elke boodschap met Heil Hitler. Dan heb je daar je patroon te pakken. In Heil Hitler staan al 7 letters uit het alfabet, heb je al 7 codes, heb je. En dat beperkt het aantal mogelijkheden van deze machines zodanig dat ze in no time iedere keer die code braken. Elke dag weer opnieuw. Iedere keer wisten ze weer die cilinderstand. En dat heeft de Engelsen en de geallieerden zo'n groot voordeel gegeven dat ze die oorlog misschien wel daarmee hebben gewonnen. Maar het heeft een grote bijdrage geleverd. Maar waarom is dit nou het eerste data science project, wat mij betreft? Dat is omdat big data gaat over patroonherkenning. Als je zo ontzettend veel mogelijkheden hebt, dan zul je altijd naar patronen moeten zoeken. En niet zomaar patronen, maar je wil die patronen ook kunnen gebruiken. Artificiële intelligentie, dat gaat erover historische data te gebruiken om patronen te vinden die je daarna kunt toepassen op nieuwe data. Dat is een van de basisprincipes waar we het over moeten hebben. En waar hebben we het dan over? Dit is een sheet die straks nog terugkomt, die heb ik van Jurjen gejat. Ik heb wel gezien dat deze sheet van enige tijd geleden is. Dit gaat over hoeveel data praten we nou over. Als we meten, dan zien we dat we nu nog praten in megabytes. Als je een e-mail wil versturen met meer dan 6 megabyte, dan weigert hij het. Het is onvoorstelbaar. Als we praten over je computer, dan hebben we het over hoeveel gigabyte zit er op jouw harde schijf. Maar als we kijken hoe we het eigenlijk nu moeten gaan uitbreiden,
naar grotere hoeveelheden, dan praten wij nu in zettabyte. Niet dat we het al hebben, maar als je kijkt, hier staat 1,3 zettabyte van netwerkverkeer in 2016. Dit is een schatting, ik denk uit 2012 ongeveer. Schat ik erop. Want ik heb gekeken hoe ver we nu zijn. En als we dan praten over big data, dan zullen we binnenkort brontobytes gaan gebruiken. 10 tot de macht 27 data eenheden per dag. Maar op dit moment zitten we al in de zettabyte. In één dag is er 2,5 zettabyte aan verkeer wat er nu in het digitale universe heen en weer gestuurd wordt. En dan hebben we het over, en dit is voor de studenten belangrijk, ik wil van jullie straks weten, wat zijn de 6 V's van Big Data? Dit is de eerste. De 6 V's van Big Data. Er zijn er ondertussen al 7, maar ik behandel er 5 à 6. Neem me niet kwalijk. De eerste, en die kunnen jullie allemaal makkelijk raden, waar gaat Big Data over? Volume, natuurlijk. Grote hoeveelheden volume. De tweede V waar we het over hebben, dat is variety. Data komt van heel veel verschillende soorten bronnen. Of het nou over aankoop gaat, over website traffic, over allerlei reward problemen, over social media, Facebook, Twitter. Data is heel verschillend van omvang en ook heel verschillend van kwaliteit. Allerlei verschillende bronnen. Je kan een foto krijgen, je kan een tekst krijgen, je kan gewoon Twitter, 0-1'tjes, hele grote verschillende variëteit van data. En daar moet je wat mee. Als we nu gaan kijken bij de Amsterdam Arena, willen we de voetgangers in beeld krijgen bij het plein voor de Amsterdam Arena. Dan zegt één iemand, zegt, nou, we zetten er gewoon een camera op. En de ander zegt, nee hoor, we gaan zitten tellen, we gaan meten. En de ander zegt, nee hoor, ik leg een sensor in de grond. Dan heb je al 3 soorten databronnen, beeld, je hebt een sensor met 0-1'tjes en je hebt tellingen van mensen met de hand gedaan. De variety is een van de belangrijkste kenmerken van big data. Dan hebben we de volgende, dat is velocity. En velocity, moeilijk Engels woord, gaat over versnelling. Een kenmerk van big data is dat als je er 1 hebt, heb je de 10, heb je de 1000, heb je de zettabyte. Het volume groei van big data is iets wat het kenmerkt op zich. Als we kijken naar bijvoorbeeld Facebook users. Facebook users die genereren 2,7 biljoen likes per dag. Met z'n allen. We zijn gek jongens, wat zijn we aan het doen? Facebook. Twitter, nou, is een beetje aan het aflopen. Hè? Dus 400 miljoen. Die groeit met 40% de laatste jaren. Dus dit is een sheet uit 2015. Nou, en dan hebben we nog anders de YouTube filmpjes. Ja, wie kijkt er nog tv? We kijken allemaal YouTube. Dat groeit bij het leven. En als je alles wil bewaren, dan heb je een probleem. Dus als we praten over de 3 belangrijkste V's van Big Data. Volume, variety, velocity. Die 3 zijn de meest kenmerkend van Big Data. Als we dan verder gaan, dan hebben we een volgende die is eigenlijk, ja, hij vraagt wat meer uitleg. Dat is viability. En viability, dat heeft te maken met wat wil je nou eigenlijk weten? Iedereen loopt maar data te verzamelen over iedereen. Maar wat wil je nou eigenlijk weten? En wat wij als data scientist in spe allemaal gaan doen, is we gaan goed kijken naar welke vragen gaan we stellen. Dus de questions to consider. Wat wil je nou eigenlijk weten? Waarom ben je die data aan het verzamelen? Anders kan je het net zo goed weggooien. Questions to consider. Ja, waarom gaan we in Twitter en Facebook dingen kijken? Nou, daar kom ik straks op terug. Als je dan gaat kijken, dan is elk data science project, dat gaat erover, je hebt een bepaalde hypothese. Die hypothese ga je testen en daaruit kun je concluderen. Dat is 1 manier om ernaar te kijken. De 2e manier is dat je zegt van, ja, zeg maar wat hierin zit in deze dataset. Ik heb geen idee, vertel mij maar wat er in die dataset zit. Maar ja, waar ga je dan kijken? Want als jij 2 zettabyte aan data hebt en je zegt, nou, ik ga wel even kijken, dan ben je net als Alan Turing's team. In het begin ben je gewoon aan het aftellen, zo ontzettend veel mogelijkheden aan het bekijken. Je zult dus ergens, je moet het beperken.
Welke patronen kan ik waar vinden? Welke variabelen heb ik daarvoor nodig? En dat is het werk van een data scientist. Dus de viability, die omschrijft eigenlijk het werk van de data scientist. Dan de vijfde is de waarde, de value. Welke waarde heeft die data nou precies voor jou? En dan praten we dus weer over de usable big data. Als je een bedrijf bent, dan bewaar je heel veel data. Er zijn heel veel open datasets allemaal beschikbaar. Maar eigenlijk is maar 5% van de dataset van waarde of value om 95% van de business problemen eigenlijk te kunnen beantwoorden. Dus eigenlijk heb je van de 100% dataset heb je maar 5% van je variabelen nodig om 95% van je businessvragen te beantwoorden. De vraag is, welke 5%? Hoe kom je nou aan de juiste 5%? Dat is weer het werk van de data scientist. Goed, dan hebben we de 5. Ik zal jullie het hele spectrum laten zien. We definiëren big data dus met volume, variety, velocity, de snelheid waarmee het groeit, value, de waarde die we hebben, veracity en viability. Welke had ik nou nog niet? Hey, veracity. Die heb ik nog niet behandeld. Deze is er het laatste bijgekomen en dat gaat over de kwaliteit van data. Dus de veracity gaat over de onzekerheid, de veiligheid en over de kwaliteit van data. Als je big data hebt, dan zul je steeds meer rotzooi verzamelen. Ontbrekende data. Data die eigenlijk niet echt waar zijn. Heel veel rotzooi wat je erin tegen gaat komen. We hebben een chief database hier, waarin we alle oplaadsessies van elektrische auto's, eigenlijk in heel Nederland zo'n beetje nu, kunnen wij helemaal monitoren. Van begin tot eind van elke sessie, hoeveel er geladen is, wie er heeft gestaan zo ongeveer. We kunnen er bijna alles eraan zien. Van die dataset, hoeveel gooien we weg, Jurje? In het begin? Het was ooit 30%. Als we data gewoon mogen geloven, kunnen we terug in de tijd. Kunnen we half Nederland in één auto stoppen. En er staan mensen zo'n 3 maanden aan de laadpaal met z'n 25. En wat we zagen is dat iemand aan het laden was in Amsterdam Zuidoost en tegelijkertijd in Amsterdam Zuid en in Zutphen. Dat moet ook kunnen. En we hebben ook mensen die er echt in slagen om in 0,001 seconde 3 keer aan te loggen en weer uit te loggen. Nou, had ik steeds al bedacht wie dat was. Ik ken iemand in mijn familie die het heel leuk vindt om met een elektrische taxi te gaan staan en dan moet je hem aanzetten. En dan zegt ze, oh nee, ik wil toch hier niet staan, ik ga er weer uit. Nou ja, ik ben er nou toch, zet ze hem weer in. Misschien toch een stukje verder. Nou, dat soort korte sessies worden dus ook veroorzaakt door gebruikers, maar vooral door fouten. Technische fouten. Dat is het onderdeel wat gaat over veracity. Als je alles verzamelt en zo snel naar binnen haalt, dan ga je ook dit soort onzin data krijgen. Onware data, gefilterd. Je moet altijd filteren. Nou, dit zijn de 5, 6 V's van big data. Onthoud goed, je komt het steeds tegen. De 3 belangrijkste zijn dus volume, variety en velocity. Die definiëren big data. De andere zijn er eigenlijk zo'n beetje bijgekomen als belangrijke aspecten waar je mee te maken krijgt als je met big data bezig bent. Goed. Hoe gaat het nou verder? Er zijn mensen die zeggen, there's no data like more data. Iedereen verzamelt maar van alles. We gaan maar door. En is dat nou eigenlijk wel nodig? Als we kijken eerst naar de bronnen. En ik geloof dat Yusuf daar ook over verder gaat praten op vrijdag. Hè? More data. Morgenochtend is er een presentatie van Rob Schuiker van het Sensor Lab. En hij gaat jullie vertellen over hoe dat Internet of Things eruit ziet. Ik geef jullie even een glimp. Waar hebben we het over? We hebben het over smart homes en we hebben het over connected cars. Daar zit een aspect in dat we heel snel heel veel automatisch gegenereerde data terugsturen naar de fabrikant. Iedereen heeft Toon geïnstalleerd in huis. Weten jullie wat dat is, Toon? Ja? Wat is Toon?
de toon van Eneco. Ze zijn jullie echt helemaal gek aan het maken van, neem toon, want dan kan je precies zien wat jouw elektriciteitsverbruik is. Nee, sukkels, dan kunnen zij zien wat jouw elektriciteitsverbruik is. Het wordt gewoon allemaal direct naar de fabriek teruggestuurd. Samsung heeft prachtige tv's en die zijn smart, omdat jij op internet kan, nou tenminste als je Ziggo zover krijgt. Maar ondertussen heeft Samsung alle informatie. Waar je naar kijkt, hoe lang je kijkt, welke afstandsbediening je gebruikt, alles. Komt gewoon. Nou, ik vind het prima, niemand kijkt toch meer tv. Maar als je naar Smart TV ziet, is ook je YouTube gedrag, je Facebook gedrag, alles wordt gewoon gemonitord. Ja, wat doen ze ermee? Geen idee, want hoeveel smart Samsung zijn er in de wereld? Iemand een idee? Hoeveel er verkocht zijn? Ik heb het even opgezocht. 84 miljoen op dit moment, smart TV's van Samsung. 84 miljoen maal per seconde vertellen wat je aan het doen bent ermee. Het zit in de Brontalbyte, het is de eerste die dat aantikt per jaar. Dus je moet even kijken hoeveel het per dag is, maar dit is de eerste waarvan ik een dataset zag die in Brontalbytes gaat tellen. Er is ook een verhaal van shared value. Het voorbeeld hiervan is shared value. De BMW's met de nieuwste connected devices erin, die hebben een actie erin zitten. Ze weten waar je bent, geolocatie. Op het moment dat jouw airbag uitgaat, wordt automatisch de ambulance gebeld. Er zal wel wat aan de hand zijn als je airbag uitgaat. Dus je kunt het uitzetten als je wil, maar dan moet je wel je eigen BMW's een beetje kraken. Maar op het moment dat daar zo één airbag uitknalt, wordt de ambulance gebeld en die gaat naar de locatie toe waar je auto op dat moment is. Dat is in Nederland, ons kleine aangeharkte landje, daar staan 4 mensen een YouTube filmpje te maken als je maar tegen een paaltje aanknalt. Maar als je in de Verenigde Staten zit, ik ken nog een verhaal van iemand die 4 jaar geleden met zijn auto door de Nevada Desert ging. En toen daar dacht van, nou, water hebben we niet nodig. Gestrand is, is gaan lopen en is nooit meer teruggekomen. Op het moment dat je daar dus zo'n BMW hebt en je kunt hem aanknallen en de ambulance komt, kan je nooit meer onvindbaar zijn. Smart value, shared value is dat onderdeel. Hoe hard gaat dat? Het vermoeden is dat tegen 2020 er 50 biljoen objecten geconnect zijn. En met geconnect zijn betekent hoe klein het onderdeel is, hoe eenheid is waar je me wil brengen. Misschien per uur? Nee. Ik denk per seconde stralen die uit. Geven die gegevens. Misschien nog wel minder. Zoveel per persoon. Oké, dat is de eerste soort dataset waar we het over hebben. De tweede dataset waar we het over hebben is de social media. Hoe kun je nou social media gebruiken om van waarde te zijn? Nou, dit is een voorbeeld van Twitter. Je weet wel wat mensen ooit gebruikten. En daarmee kun je een sentimentanalyse maken. Met sentimentanalyses heb je niet te maken met feiten, zoals sensors die rechtstreeks een waarheid sturen van nu staat er een tv aan, nu staat de tv uit. Met sentimentanalyse kun je kijken waar twitteren mensen over. Wat vinden ze belangrijk? En als dus heel vaak het woord Donald Trump wordt getwitterd, dan is dat dus iets wat in de media staat. En de Amerikaanse verkiezingen, Hillary Clinton heeft het ook en Donald Trump heeft het ook, die hebben een complete big data machine achter zich staan die continu alle social media in de gaten houden en kijken welk onderwerp scoort, welk onderwerp niet scoort. Ze kijken niet alleen naar positief sentiment, maar ook naar negatief sentiment. Hier hebben we ergens een negatief sentimentje eind december met Donald Trump. Dat was een van zijn blunders. Hier heb je een van zijn successen die in de tijd was. Die heb ik niet opgezocht. Maar je kunt dus kijken welk onderwerp valt goed, welk onderwerp valt niet goed. Ondertussen hebben we dat in Nederland ook. We krijgen straks weer de verkiezingen. Volgend jaar in maart kun je nu eigenlijk al voorspellen wie er gaat winnen als je de tweet gaat bijhouden. Denken mensen. Goed. De derde soort databron, en dat is iets waar we ons veel mee bezig zullen houden tijdens deze minor, dat is corporate data. Niet alleen de consumenten en wat zij op social media neerzetten, maar ook bedrijven hebben natuurlijk een schat aan data. En het probleem voor bedrijven is vaak, hoe maak ik het tot iets wat ik kan gebruiken? Dus wat hier het belangrijkste is, het maken van dashboards. Dat deden we al jaren, dashboards maken.
Ze waren al jaren bezig om iets van een grafiekje te maken. En het allerergste waar mensen ooit mee bezig zijn geweest, zijn die pie charts. Pie charts moeten verboden worden. Dat gaan jullie donderdag nog een keer horen van Jeroen de Heer van Microsoft. Pie charts zeggen dus helemaal niks, dit soort dingen. Wat wij willen is big data zodanig comprimeren met visualisaties dat je er wel wat uit kunt lezen. Wij gaan tijdens deze minor jullie laten zien hoe je dat kan doen. En een nieuwe bron die eigenlijk een heel belangrijke rol gaat innemen in onze maatschappij is open data. Open data, dat komt eigenlijk van non-profit, overheidsachtige omgevingen. KNMI, CBS data, dat kennen we eigenlijk altijd allemaal. Het grootste verschil met wat we altijd al hadden, je kon altijd naar het CBS vragen om een datasetje en dan kreeg je 2002 ongeveer, is dat het nu bijna streaming binnenkomt. Je kunt nu ter plekke kijken welke auto's waar staan te laden in Amsterdam. Dat is open dataset. En daarmee kun je dat van waarde maken. Want als ik wil weten hoe er geladen wordt in mijn stadsdeel met elektrische auto's, wil ik niet weten hoe dat in 2012 was. Wil ik het nu weten, want ik wil nu mijn auto parkeren. Nou, dat soort manieren om dit soort data te gaan genereren, dat is een rol die de overheid heel erg op zich heeft genomen. Dus open data kun je heel veel over gaan vertellen. Het probleem met open data is dat je hem één keer wilt downloaden op je laptop, god beter het op je USB-stickjes gaat zetten, en dan is hij al verouderd. Wat het belangrijke is in de big data wereld, is dat je het streaming binnenkrijgt, de laatste actuele stand. En dan moet je het dus ook weer streaming kunnen gebruiken. Dat is het werk van de software engineer. De les die Jurjen gaat doen. Software engineering gaat erover die data die overal om je heen is en die je elk moment kunt pakken, niet bevriezen. En daarna gewoon zeggen van nou, en nu is het alweer geschiedenis. Maar kijken of je steeds de nieuwste data binnen kunt halen en direct kunt gebruiken bij je nieuwe analyses. De waarde daarvan is dat als je open data streaming binnen kunt halen, dan kun je trends heel makkelijk signaleren. En als jij dus bezig bent om een advies te geven aan wat voor een bedrijf dan ook, en je zegt zo van nou, ik zou in Amsterdam-Zuid nog maar een paar laadpalen erbij plaatsen. Als wij nu weten dat de afgelopen week de hele Amsterdam-Zuid leeg was, omdat iemand besloten heeft dat we geen elektrische auto's meer daar neer gaan zetten, dan ben je dus bezig een probleem uit het verleden op te lossen en niet een probleem uit de toekomst. De laatste trends zijn belangrijk. Goed, en de laatste, daar heb ik een voorbeeldje onderin gezet die je kunt opzoeken als je dat interessant vindt. Dat gaat over persoonlijke data. Data over onszelf. Data over ons lichaam. Wie heeft er een Fitbit tracker? Even kijken. 1, 2, 3. Eerlijk zijn, wie heeft er nog meer een Fitbit tracker? Nee? Weten jullie wat het is, Fitbit tracker? Ja? Dat zijn van die mensen die gaan hardhollen en die precies willen weten wat je hartslag is, hoeveel je gelopen hebt enzovoort. Je kunt er ook mee tracken hoe je slaappatroon is. Heb ik goed geslapen? Ik heb nogal wat bier gehoord vanmorgen. Als je een Fitbit tracker omdoet als je gaat slapen nadat je een hele hoop bier hebt getrokken, dan zul je zien hoe vaak je wakker bent geweest 's nachts. Dat is onvoorstelbaar. Fitbit tracker kan ook zien hoeveel trappen je loopt. Nou, er zijn mensen die hebben dat echt tot op het extreme toegepast. Naam is Erik Snyder. Die heeft elke dag zijn glucosegehalte, zijn temperatuur, al zijn bloedwaardes heeft hij laten afnemen. Hij heeft zijn DNA-profiel helemaal genomen en hij heeft dus gevolgd wat gebeurt er in mijn lichaam. En als we kijken naar wat je met een compleet DNA-profiel is al 1 zettabyte per persoon. Dat was die hele hoog, hè, net onder Brontobyte. Dat is alleen maar 1 DNA-profiel. Hoe ga je dat weergeven? Nou, dat ga je met dit soort spectraal plots ga je dat weergeven en dan kun je gaan zien, en dit zijn allemaal medische termen erin, maar je kunt hierin zien wanneer je bijvoorbeeld een griepje hebt opgelopen. Dat kun je dan trekken. En het voordeel van personal data, wat langzamerhand bij de ziekenhuizen naar binnen gaat komen, is dat je iedereen een eigen individueel behandelplan kunt geven. Je kunt zien wat medicijnen doen met mensen en dat is voor de ene heel anders dan voor de andere. Dat wordt steeds meer en steeds meer gedaan. En onze vrienden van het AMC, daar zit de hogeschool ook bij, die hebben een grote big data afdeling ondertussen waar we contact mee hebben. Super interessant. Als jullie willen, kunnen we daar een lezing over
organiseren. Dat zijn de persoonlijke data. En dan hebben we het dus niet over social media, maar we hebben het echt over meetwaarden van jezelf. Die Erik Schneider die heeft echt een triljoen aan meetwaardes over zichzelf verzameld. In 3 jaar tijd. Goed. Daarmee zien we dat big data feitelijk dus een schalingsvraagstuk is. Het is allemaal schalen. 5% van de variabelen bevat 75% van de business value. Hetzelfde met die Erik Schneider die persoonlijke data heeft verzameld. Er waren eigenlijk maar een paar momenten die voor hem heel belangrijk waren. Op het moment dat hij griep had, op het moment dat hij met medicijnen aan de gang ging. En hij heeft zelf een hartaanval voorkomen omdat hij zag dat er iets misging in zijn bloedwaardes. Zegt hij zelf. Ik weet niet of het echt gebeurd is. Het schalingsvraagstuk. Ander aspect van big data. Er is een nieuwe manier om business te doen. En dat zien jullie om je heen heel hard gebeuren. Winkels die sluiten. Mensen, banken die nu... de Rabobank heeft de helft van zijn personeel ontslagen ondertussen. En hoe komt dat? Ja, dat komt door fintech bedrijven in de omgeving. Bitcoin technologie die... nu eigenlijk main core wordt. Het was begonnen vanuit de dark web, die bitcoin technologie. En dat is nu gewoon mainstream. Bitcoin is enorme hype. De manier van coderen om geld effectief en veilig over te zijn, dat is de nieuwste hype. Maar, iedereen kent Spotify. Wie heeft er nog cd in de verkoop? iTunes, Booking.com. Wie gaat er nog naar een reisbureau? Dit is voor de ouderen onder ons, is dat iets van, wat is hier gebeurd? Maar het is bijna een grotere revolutie dan de introductie van de e-mail. E-mail is in 1990 geïntroduceerd. Iedereen hangt maar aan die e-mail de hele dag. Maar dit is eigenlijk een grotere revolutie die nu gaande is. En een van de dingen die je daarbij moet realiseren is... Jullie kunnen de volgende Uber bedenken. En er zit één principe in wat je altijd moet handhaven. Denk groot, start klein en schaal snel. Als jij fysiotherapeut bent, dan zul je je geld alleen maar kunnen verdienen per half uur dat je zelf aan het werk bent. Als jij een data scientist bent en je gaat een nieuw bedrijf oprichten, zorg ervoor dat je een bedrijf opricht met een product waar jij eigenlijk niks meer aan hoeft te doen nadat je het gemaakt hebt. Dus dat laatst eens na te denken over een nieuw product wat we misschien zouden kunnen maken. Reisgidsen. Wie heeft er een reisgids gekocht op vakantie? Een paar hebben nog een reisgids gekocht. Wie heeft er wat aan gehad aan die reisgids? Dezelfde 3, want anders had je hem niet gekocht, hè? Als je nou een mobiele telefoon hebt met een GPS erin. En op het moment dat jij langs een attractie komt of iets wat van belang is. Zou je dan niet een klein piepje van je telefoon willen hebben? Hey, kijk hier eens rechts, dat is hartstikke leuk. Er is ergens een archeologische site waar je naartoe kan, als je dat interessant vindt. Of kijk hier is een goede kroeg. Of een McDonald's, of wat dan ook. En ga je dan zelf al die attracties erin zetten? Ben je gek? Iemand die ergens is geweest en die het geweldig vindt, jij zorgt alleen dat je het platform maakt. Alleen maar het platform maken. Dat kan heel kleinschalig beginnen. Ik heb een klein platformpje, dan kan ik in heel Amsterdam vertellen waar je gratis bier kunt drinken. Daar hadden we het al over, hè? Boos. Wat doet die Boos? Die is natuurlijk helemaal niet zelf de hele tijd aan het bijhouden bij elk evenement is de gratis bier. Die laat dat mensen tippen. Nou, denk groot. Dit kan dan niet alleen voor Amsterdam. Als ik eenmaal de applicatie heb gemaakt, gratis bier drinken in de wereld, dan begin je heel klein. Je kunt nu alleen maar vertellen, dan evenement kan je invullen en hoeveel personen er maximaal kunnen zijn en hoeveel bier er is. En dan ga je het heel snel opschalen. Als je het eenmaal in de markt hebt gezet, je product, en je hebt je eigen businessmodel bedacht, want er moet natuurlijk wel ergens een paar centen naar jou toe voor al dat gratis bier, dan kun je het heel snel opschalen. Kun je het schelen dat je het alleen in Amsterdam hebt gemaakt, zet het meteen de hele wereld open. Dit is een van de essenties van Uber, een van de essenties van Spotify. Denk groot, start klein, schaal snel. En dan ben je dus zelf geen eigenaar meer van al die big data. Dit verandert ook de arbeidsmarkt. Er is een artikel, en ik zal hem op DLWO zetten zodat iedereen hem kan zien. Daar staat in de kans dat een bepaalde functie verdwijnt in de komende 10 jaar. Daar hebben ze een model voor gemaakt van wat kan de computer eigenlijk beter dan mensen.
Accountants, 95% kans dat die binnen de 10 jaar zijn verdwenen. Dat kan de computer beter. Wat niet kan, is recreational therapist. Ja, dat is wel een job waar je toch wel iemand voor nodig hebt. Maar wat zeer waarschijnlijk verdwijnt, de verzekeringswereld. Wiskundige techneuten, sorry jongens. Mensen die met de hand naaien, dat kunnen machines allemaal. Er zijn heel veel jobs die gaan verdwijnen. En dan denk ik voornamelijk aan het economische sector. Al het administratief-economische werk verdwijnt. Belastingadviseurs verdwijnen. Je ziet dat de banken al massaal hun medewerkers aan het ontslaan zijn. Dit is ook de eerste crisis, en dat is deze tekening hierboven, waarin, dit zijn allemaal momenten dat er een crisis was. En je ziet iedere keer het jaartal erbij, dus dit is iedere keer een ander jaar dat er een crisis was. Dan zakt de werkgelegenheid en die komt weer terug. Elke keer weer opnieuw. De laatste crisis van 2007 en verder is nog steeds niet terug op het peil. En de verwachting is dat het ook niet meer op hetzelfde peil terug gaat komen. Dus de crisis heeft heel veel banen gekost en die komen niet meer terug, die zijn overgenomen. Sorry, dus toch iets van big data. Ik moet een beetje mijn tijd in de gaten houden, ja. De dark side van big data. De ethiek, maar ook de dark side. En dat is ook wel leuk. Ja, privacy, hè. En dat is misschien een van de thema's die jullie kunnen kiezen voor onze spektakelavonden. Je kunt nu in de dataset van de supermarkt, wat mensen aankopen, kun je met analyses op de big data die daaruit komt, kun je zien wanneer iemand zwanger is. En dit is een gevalletje zeer pijnlijk. Dus een tienermeisje, wat heel veel boodschappen heeft gedaan in de Verenigde Staten. En die data werd geanalyseerd. En vervolgens kregen ze reclames gestuurd, gerichte marketing, gericht op die zwangerschap. Maar de vader en de moeder wisten nog van niks. En dat is naar buiten gekomen, is een groot schandaal geweest in de Verenigde Staten. Uit de data, de analyse van je winkelgedrag, kunnen mensen levensgebeurtenissen zien. Wil je je trouwdatum geheim houden? Niet meer shoppen. Het kan allemaal geanalyseerd worden. Dus dat zijn die patronen waar ik het aan het begin over had. Die komen uit winkeldata, komt die heel goed. Nou, het tweede is dat mensen wel een probleem hebben met het gebrek aan transparantie. Van wie gebruikt mijn data waarvoor? Dat is wel een onderwerp wat we met elkaar moeten aftikken, wereldwijd. Want alleen in Nederland een wetgevertje doen, dat schiet niet op. Iedereen zit op Amerikaanse servers. Er is ook iets van een bias in de data, een afwijking. Als je gaat zoeken naar patronen, ga je elk patroon vinden. Wat je ook wil weten. En je gaat ook hele gekke oorzaken en gevolgen kunnen concluderen daaruit. Dit is eentje. Heb je een hogere kans om te overleven met of zonder zwemvest aan? Wat denk je dat er uit een dataset komt? Zonder. Waarom zou dat eruit komen? Ze gaan pas aan als je water inspringt. Dus je hebt een gekke dataset. Het is ook zo. Als je kijkt naar de doden die vallen, over het algemeen zullen ze zien dat heel vaak mensen die dood zijn geen zwemvest aan hadden. Dus wat voor soort dataset heb je? Je hebt de dataset van de gevallen waar het fout ging. En wanneer ging het fout? Op het moment vaker als mensen geen zwemvest aan hebben. Dus die dataset die vertelt mij, je hebt een grotere kans op overleving zonder. Hoe kan dat nou? We vinden mensen die doodgaan. Nee, het is zo. Mensen die op het water zijn, die moeten vaak verplicht een zwemvest aan. En je kunt alleen maar verdrinken in water. Dus die dataset kan me voor hetzelfde geld vertellen. Ja, al die mensen die we gevonden hebben, die hadden een zwemvest aan, want dat is verplicht. Maar ze zijn toch verdronken. Er zit een afwijking in je dataset. Oorzaak en gevolg is vaak heel lastig. In een buurt kun je gaan kijken, er is meer criminaliteit als er waar meer ijs verkocht wordt. En vul voor ijs in vluchtelingen. Dan ga je heel makkelijk politieke uitspraken kunnen doen uit een dataset die je op een verkeerde manier analyseert. Wat is nou een eerlijk patroon? Dat is een van de grootste onderwerpen die beroep doet, moreel appel doet op jouw werk als data scientist. Je bent zo ontzettend krachtig, je kunt alles uit die dataset halen. Zorg ervoor dat je echt moreel verantwoorde uitspraak eruit haalt. De laatste, daar heb ik een voorbeeld van.
Als iets gratis is, dan ben jij niet de klant, maar dan ben jij het product. Voorbeeldje ervan. De Voice of Holland. Die heeft een Voice of Holland app. Voor de mensen die naar gekeken hebben, dat is uit het ver verleden. Ze gaan het nog een keer proberen. Die Voice of Holland app kan je jezelf aanmelden. En dan vragen ze ook nog, meld je aan via Facebook. Want dat is handig, dan hoef je het maar één keer te doen. Op het moment dat jij die Voice of Holland app jezelf kenbaar hebt gemaakt, weten ze alles van je. Ze trekken je Facebook, ze trekken je Twitter, ze trekken je Instagram, je Snapchat. Alles wordt geanalyseerd. En daarmee wordt gekeken. De mensen die aan die Voice app meedoen, die geven toch een bepaald publiek weer. En daarmee wordt niet de artiest geprofileerd, maar de fans worden geprofileerd. Dus we zijn met Big Data bezig om het publiek te profileren en daar de geschikte kandidaat bij te zoeken. En niet voor niks kwam op een gegeven moment DJ Hartwell met een of ander zangeresje tevoorschijn, die een liedje samen zongen. En dit is een artikel waar hier staat, uit de QuoteNet. Deze journalist die wist al 7 weken voordat het afgelopen was dat zij ging winnen. Op het moment dat DJ Hartwell bijkwam, zei hij, oh, dat wordt de winnares, want dat zal waarschijnlijk aan de profilering van de fans het meest recht doen. Dus opnieuw, als iets gratis is, dan ben jij vaak het product en niet de klant. Anders zul je ervoor moeten betalen. Goed. Wat is nou een data scientist? Want ik zeg het al de hele tijd. Nou, vanmorgen hebben wij het er al over gehad met de studenten, dus voor de anderen. Data scientist is de meest sexy job van de 21ste eeuw. Onze nerds, zoals dat vroeger naar werd gekeken, zijn weg. We hebben nu alleen maar mensen die gewoon precies weten wat ze aan het doen zijn. Iemand die is beter dan statistiek dan een software engineer. En iemand is beter in software engineer dan iemand van statistiek. Het is een kruisbestuiving van de twee. Je bent bezig ook, en dat is een hele belangrijke, met communicatie. We zijn continu bezig met communicatie. Een data science project. Dit is misschien iets te klein voor de mensen achteraan. Maar gaat een data science project een life cycle waar je mee bezig bent? Het begint altijd natuurlijk met data. Die data acquisitie. Dan het opschonen en klaarzetten van de data om te analyseren. Je hypotheses onderbouwen. Hoe kom ik bij de juiste 5% van de data variabelen die ik nodig heb? Evaluatie, interpretatie en dan het deployment. Het naar buiten brengen van je resultaten. Het in operaties opzetten en eventueel optimaliseren van het proces. Hier zit de cycle in, de hypothese. Als je je data eenmaal klaar hebt en je weet dat je hem streaming binnen kan krijgen om te updaten, dan is steeds weer opnieuw kijken van wat kan ik gebruiken, hoe kan ik het gebruiken, welke patronen vind ik. De software engineering, dus ik pak die 3 punten er even bij. De software, de statistics en de visualisatie. We beginnen met de data source. Je slaat de ruwe data. Probeer je ergens op te slaan als het allemaal nog past. Die ga je processen, cleanen. Dat gaat jullie nu allemaal leren hoe je dat moet doen. En dan zet je het klaar voor een analyseomgeving. Er is een andere minor die gegeven wordt door de faculteit informatica. Die houdt zich alleen maar bezig met data klaarzetten tot hier. Die gaan tot hier. Waarschijnlijk komen ze bij ons ook af en toe nog eens bij. Wij gaan verder. Wij gaan ook die analysefase in. En in die analysefase, daarin, is een bekende sheet, ik zie jullie kijken. Daarin gaan we er kijken naar, allereerst, wat is er gebeurd? Kunnen we terughalen, kunnen we patronen vinden in deze dataset waarmee we dus beschrijven, gewoon maar wiskundig beschrijven, gewoon al nemen we maar een gemiddelde en een afwijking, gewoon beschrijven. Wat zie ik in de data? Ten tweede, kunnen we verklaren hoe dat komt, wat we zien? En dan de derde, kunnen we ook naar de toekomst gaan kijken, kunnen we een voorspelling doen voor de toekomst? Een patroon in oude data herkennen, kijken waarom dat patroon logisch is en dan voor de toekomst een nieuwe voorspellen. En tenslotte zou je dan ook nog kunnen kijken naar beslissingsmodellen. Hoe kun je het werkend krijgen? Ik kan wel zeggen van ik wil voor de toekomst meer elektrische auto's, voorspel ik. Maar ja, dan moet je het ook werkend zien te krijgen. Dus moet je ook zorgen dat er laadpalen komen enzovoort. Oké. En het laatste is, kijk of je het doet, visualisatie. Kwart voor of zo, ja. Dat was hem. Oh, hier heb je een... je hebt er een tijdsdingetje op gezet. Ja, hier zijn we door. Visualisatie. Visualisatie is een vak apart.
communiceren en mooie plaatjes maken. Dat is eigenlijk het eerste wat we moeten gaan doen als we een grote dataset hebben. Als je een grote dataset hebt en je ziet geen enkele structuur, het allereerste wat je doet is een plaatje maken. Kijken of je ergens clusters ziet. Kijken of je ergens kunt zien in een sentimentanalyse dat er een positief of negatief sentiment is. Eerst beginnen met een plaatje, maar ook aan het eind zorgen dat je een mooi dashboard hebt waar mensen wat aan hebben. Communicatiemiddel is er. Nou, dat zijn de drie onderdelen van de Minor ook. Data klaarzetten, data analyseren en visualiseren. Goed, dan hebben jullie gezien dat de Minor heet Urban Technology. Ergens erbij. Dat betekent dat het van het domein techniek is, van de groep Urban Technology. Maar wie zijn wij eigenlijk en wat voor projecten doen we daar? Nou, we hebben een project en die gaat over de inzet van licht-elektrische voertuigen. Daarin hebben we op dit moment maar 200 enquêtes van mensen die zeggen van oké, ik zit in de pijp, ik heb